Hey, ik ben Dave van Raven. Ik zit vandaag in de praatstoel. En jullie kunnen me kennen van de Kick. Ik ben de zanger van de Kick. En ik kom wel eens op televisie en nu op TV Rijnmond. Nou, Dave. Ja. Hartstikke leuk dat je dit gesprek wil voeren, want volgens mij ben je echt ontzettend druk. Ja, het is nu zeker het afgelopen seizoen op festivals natuurlijk. En dan gelijk, dat was dan afgelopen, ik denk vorige week het laatste festival gedaan. En dat gaat dan gelijk over in de clubtour. Maar het is wel ontzettend leuk natuurlijk allemaal. Heel tof dat we dat allemaal voor ons kiezen krijgen uiteindelijk. Ja. Want hier heb je dan hoeveel jaar naartoe geleefd? Nou ja, 33 jaar, hè? Dat is ook gelijk mijn leeftijd. Ik denk 1988, toen ging dus inderdaad mijn opa dood. En ja, die was pianist en die had thuis een piano staan. En die was dan dus inderdaad vanzelf voor mij. En dat was natuurlijk ook gelijk dan een mooie reden om dus voor de piano te gaan kiezen. Waren jouw ouders dan echt een stimulans? Of hadden die zoiets van, nou Dave, zoek het maar even uit? Ja, nou, met heel veel dingen was het wel zo van, zoek het maar even uit. En dan vooral met school en dat soort dingen. Of tenminste, er werd wel tegen me gepraat natuurlijk. Zeker vanaf wanneer ga je naar de middelbare school? Op je 14 of zo? 12, ja. Meeste mensen op hun 12. Ja, nou dan ik ook. Want, dat zitten blijven kwam pas later. Ja, dat kwam later, ja. Want het is natuurlijk op een gegeven moment in zo'n puberteit dan. Dan heb je scheid aan school. Ik zat dan gelukkig wel op een school waar ook dus inderdaad met, met muziek was daar heel. Dat ze daar hoog in het vaandel staan. De HAVO voor muziek en dans had ik op. En je wiskunde, aardrijkskunde, al die plaatsnamen uit je hoofd leren. Dat is natuurlijk geen hol aan, weet je wel. Dus dat ging allemaal niet goed. En. Toen ben ik ook 3 keer blijven zitten op die school, weet je wel. Maar ze hebben me toch wel gehouden, omdat het met muziek goed ging. Als ik dan inderdaad thuis uitlegde van, weet je wel, dus hoe het gegaan was. En dan snapten ze dat wel. En toen ik nog kind was, dus dat is echt dan weer voor mijn 10e. Toen is het ook heel raar, toen luisterde ik alleen maar naar draaiorgelmuziek. Vond ik heel mooi. Ja. Want het was ook mijn eerste aanraking met muziek. Want eigenlijk bij ons thuis, er werd niet zoveel heel veel muziek gedraaid. Of tenminste altijd radio aan. Radio Rijnmond trouwens wel leuk, hè? Om even te zeggen. Ja. En de Beatles, want de Kick is een nederbeatband en iedereen die hoort de invloeden. Wanneer ben je daardoor gegrepen? Ja, dat kwam. Dat is eigenlijk via de Beatles gegaan natuurlijk. Dat is natuurlijk de heilige graal wat betreft die muziek. Ja. En dat is op mijn 12e, 13e begonnen of zo. En dacht je toen ook al van, nou, dit wil ik later ook maken, zulke muziek? Of? Ja, maar toen speelde ik natuurlijk piano, dus dan is het heel raar. Dat past er niet bij. Nee, en zo zag dat ook niet voor me, dus ik wilde altijd zelf wel de voorman zijn van een band. Ja, dat was mijn eerste aanraking met het echte soort bandjesleven, weet je wel, dat je er onderweg bent en dan met z'n allen speelt. Ja, ik was redelijk laat met, door mijn eigen weg te kiezen. En dat kwam pas bij de Met. Dat was dan dus echt mijn eigen band. Dat je echt, op een gegeven moment zie je in wat je zelf echt wil. En dat is dan toch meer die Beatles kant op, weet je wel. Toch de, echt een soort popmuziek in plaats van een, als entertainment band. En, weet je wel, dat is toch iets anders. Ja, en toen zijn we eigenlijk meer in de Rotterdamse underground zijn we terechtgekomen, weet je wel, wat toen heel gezellig was. Maar dat is wel te gek dat we die kansen gehad hebben toen. Ja, maar waarom is dat dan ooit opgehouden? Ja, dat was op, weet je wel. Na 6 jaar was de koek gewoon op. Nou, het heeft denk ik een maand geduurd. Ik was dan met de Met had ik wel zoiets van, ik ga nooit meer iets in die muziek doen. Weet je, ik ben er nou wel klaar mee. Je was echt klaar mee? Ja, ik was even klaar mee, ja. Dus ik wilde gewoon een goede baan, weet je. Ik denk, ga ik dat dus even regelen. Dat ik wil ook nog boswachter worden op een gegeven moment, om het helemaal over een andere boeg te gooien. Dus dat hebben een maand geduurd, of misschien 2 weken. En toen heb ik alweer met Marcel afgesproken. Dat is dan ook de huidige bassist van de Kick. Dus toen zijn we de middag hier zijn we gaan repeteren en ik heb Arjan toen gebeld. Weet je, en ik stond eigenlijk alweer in het tweede nummer, stond ik alweer met de gitaar in mijn handen. Stonden we samen op een soort van Everly Brothers-achtige manier te zingen. Dus toen dacht ik van, nou,
dit is toch wel helemaal te gek. En dat iedereen in die band. Simone, Simone, je ziet me nooit in staan. Simone, Simone. Jij bent echt de frontman en jij bent heel zichtbaar. Ja. Vinden die anderen dat niet af en toe vervelend, dat jij zo op de voorgrond treedt? Nou, nee, want dat is mijn taak. Weet je wel, zoals hun nog andere dingen er ook bij hebben. Maar zo is dit dus mijn ding, want Ries zit nou de administratie met cijfers om bij elkaar op te tellen om ons salaris te geven. Ja. Weet je, ik zit hier met jou te praten, weet je wel, maar ik zou niet met die cijfers willen zitten nou. Denk je niet dat jij ook wel uitgenodigd wordt voor programma's als De Slimste Mens, hè, die quiz, of De Beste Zanger van Nederland, of De Zomer Voorbij, omdat je zo lekker Rotterdams tongval hebt geen blad voor je mond neemt? Nee, dat zal er ook mee te maken hebben. Tegenwoordig is het natuurlijk Zie je het meer. Maar het is natuurlijk toch alweer zo 4 jaar geleden dat we met de Kik voor het eerst een beetje bij de Wilderij doorkwamen en zo. En dan was dat misschien best wel. Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om er zelf iets over te zeggen, weet je wel. Maar ja, misschien was dat best een beetje ontwapenend of zo, weet je wel. Maar is het daarmee ook een act of ben je echt zo? Ja, nou ja, kijk, weet je wel. Is iemand die achter de balie zit op het vliegveld bij de KLM, is die echt zo aardig? Of weet je wel, of is ze gewoon aan het werk? Ik loop natuurlijk niet de hele dag thuis, de hele dag maar te ouwehoeren en te lullen en te doen. Maar als dat je vak is om op televisie te komen en in een band te zitten, die staat op het podium, weet je wel. Het wordt altijd weer zomer, door jou, zonder de zomer. En jou, hij wil de zomer, weer bij jou. En als je thuis televisie zit te kijken, zie je er dan ook zo uit? Nee, dan heb ik mijn pyjama aan als ik thuis televisie aan het kijken ben. Maar die is wel je 60s pyjama. Nou, het is gewoon een pyjama van de Primark. Met strepen. Oké. Kan we ook een keer filmen, is dat goed? Ja, is goed.